Yo, mensen, ik ben Groen van 1.nl met een nieuwe video van je. En vandaag ben ik hier met mijn Weekend League. En zoals je ziet, ben ik echt fucking blij. Ik ben fucking blij. Nou, dat heeft een reden. Ik heb namelijk, zoals je kan zien, rampapapam, rampapapam, rampapapam. Boom! Je kan het niet zien. Oké. Okay. Hallo? Boom! Elite 3 gehaald. Oh mijn god, mensen. Ik heb afgelopen Weekend League Elite 3 gehaald. Ik heb 23 potjes gewonnen van de 30. Ja, ik weet het. Ik ben echt fantastisch. Ja, dit is niet normaal. Ik ga jullie even wat dingen laten zien. Wat ik wel interessant vond. En wat ik bijzonder vond. En leuk en aardig. Ten eerste, doe zeker een duimpje omhoog in deze video. Als je blij bent dat ik Elite heb gehaald. En wil je nou ook Elite halen de komende Weekend League? Doe ook een duimpje omhoog. Ik ga deze week, wat ik had gezegd. Ja, misschien ga ik vorige Weekend League. Ja, misschien ga ik live. Deze Weekend League ga ik zeker live. Ik denk vrijdag al. En anders zaterdag. En anders zondag. Maar ik ga sowieso minimaal één dag live. Vind je dat leuk? Hou mijn YouTube in de gaten. Ik zal live van op YouTube. En dan gaan we even die Weekend League points knallen. En even zieke scores halen. Want Elite 3, nu wil ik meer. Ik wil Elite 2 halen. Echt, what the fuck. Want mensen, hoe het dus ging, het was echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik begon echt, nou, ik ging 1 om 0. En toen verloor ik meteen. Echt. Zwaar kloot. Toen ging ik 9 om 1. Verloor ik weer 1. Ging 9 om 2. Toen ineens. Ik weet niet wat er gebeurde. Ineens bam. 18 om 3. Ik ging 18 om 3. 18 om 3. Dus ik was echt helemaal blij. Ik was echt de blijste man op aarde. Ongekend. Maar toen ik 17 om 3 ging. Toen gooi ik trouwens nog deze tweet eruit. Ja, dat was natuurlijk echt. Ja, vraag om probleem. Dat is echt een vraag om probleem in dit. Want uiteindelijk kreeg ik het voor elkaar om na de 18 om 3. 19 om 7 te gaan. Uitstekend. Heerlijke choke. 1 om 4 ging het. In ieder geval. Toen eigenlijk moest ik dus nog 4 winnen voor Elite van alle 4 potjes. En dat deed ik. Ik won ze alle 4. Mijn laatste tegenstander fucking boos, ging me nog berichtjes sturen en zo. Van, oh, je doet aan zelf keepen en dat is veel te overpowered. Nooit gedaan, geen idee hoe het moet ook, maar ja, perhaps ik heb prima. Ik had Elite gehaald. Dus ik krijg straks Elite packies en Elite spelers en dan ben ik echt fucking blij. Daarnaast heb ik nog wat, want jullie zeiden van Koen, de icon die je moet halen is Seedorf. En ik heb even gekeken. En Seedorf is oprecht goed. Seedorf is echt fucking goed. Punt is alleen, hij is fucking duur. Want deze Seedorf, die is echt goed, maar die is 1,5 miljoen. Dat is echt onbetaalbaar gewoon. Ik ga sowieso voor de tradable packs. En ik ga gewoon hopen dat ik een goed pack. Maar deze Seedorf, die wil toch niet in je team. Deze Seedorf is toch niet goed. Dan heb ik maar 71 defending. En ik gebruik hem als CDM. Dus dat is echt niet heel veel. Dan zit ik persoonlijk te denken. Dan kan ik nog veel beter bijvoorbeeld een Petit kopen of zo. Als je kijkt naar Petit. En dan zo'n 88. Die kost een milli. En kijk die stats. What the fuck. Die is ziek goed. 1,85 meter. Echt ziek lekker. En wat Raoul volgens mij en Matthijs zeiden. Is dat Blanc. Want het Fransman is natuurlijk voor mij chill. Want dan kan ik hem gewoon zo inruilen voor Condogbia. En dat is hartstikke makkelijk. Hartstikke lekker. Hartstikke vrolijk. Niet dat het andere probleem is hoor. Ik kan letterlijk elke icon kan ik erin gooien. Maar ik weet het niet, mensen. U zei Seedorf. En ik weet gewoon niet of dat inderdaad de beste keuze is. Dus laat het even achter. Als je denkt van, nou Koen, na de inzien zou ik toch op CV of CVM deze spellen kopen. Laat het even weten. In ieder geval, wat één ding wat duidelijk is. Ik heb veel meer coins nodig. En ik zit nu rang 3 van de Vision Rivals. Dus laten we maar even een klein potje de Vision Rivals gaan doen. Ik kan trouwens binnenkort nog wel een video maken waarin ik ga laten zien. Hoe het mij gelukt is om Elite te halen. Want hoe ik mijzelf zie, ik heb best wel goed team. Zelf ben ik gewoon aardig video speler, maar niet heel goed of zo. Dus misschien kan ik nog wel iets van tips geven. Voor de, zeg maar, de niet hele goede video speler. Hoe je dan toch misschien Elite kan halen. Want ja, ik heb al een paar dingetjes die ik elke wedstrijd gebruik. En wat echt fucking goed helpt. Dan heb ik natuurlijk ook echt wel echt een lekker team. Dit heeft natuurlijk ook wel goed aan meegeholpen. En ik moet ook zeggen, mijn tegenstanders waar ik tegen kwam afgelopen weekend waren ook allemaal niet zo goed. Daar was ik op zich ook wel blij mee. Dat was wel lekker. In ieder geval, laten we allereerst potje maar ingaan. Tegen deze tegenstander komen we. Ik wil eigenlijk nog even rank 1 komen. Maar moet ik nog wel even flink wel potjes spelen, maar als ik rank 1 kom, dan heb ik dat is natuurlijk wel lekker, want dan krijg ik echt best wel goede prijzen. En die best wel goede prijzen kan ik natuurlijk gebruiken om weer meer coins te krijgen. Dan eerst natuurlijk even wisselen. Rabiot haal ik er altijd meteen uit, dus dat is wel lachen. Ik begin dus altijd met Rabiot en die haal ik dan uit voor Hulk. Maar wat dus leuk is, zeg maar, soms krijgt Rabiot wel een kans. En die scoort hem gewoon al best wel regelmatig, want Rabiot is, zeg maar, ja, best wel slecht, maar wel gewoon sterk en groot, weet je wel, dat is wel lachen. Eventueel kan het trouwens ook een cam zijn, mijn icon. Want ik kan ook gewoon Hulk niet meer gebruiken, want ik vind Hulk wel goed, maar op het moment dat je echt een hele goede speler komt, dan is Hulk echt niet meer goed genoeg, vind ik. En dan kan ik dus ook een cam. Ik moet dus gewoon een CDM of een cam als icon. Laat het achter in de comments, mensen. Ik ben zeer benieuwd. En laat ook even achter hoeveel jij geworden bent in de Weekend League. Ik was echt niet normaal blij, jongen. Echt. Oh, mensen vroegen van, waarom ben je dan niet live gegaan met je laatste potjes? Dat kwam omdat, zoals jullie weten, woon ik in Rotterdam. En mijn ouders wonen in Haarlem. En ik was in Haarlem. Dus ja, en daar heb ik niet mijn opnames spullen. Dus ja, het ging een beetje lastig. Ze gaan trouwens patchen, heb ik gehoord. De game. Ja, dat vind ik jammer. Waarom patchen voor iets wat ik gewoon leuk vind? Moet ik zeggen, soms zijn er wel echt wel dingen die echt, zeg maar. Ik ging op een gegeven moment ging ik echt lekker. Zeg maar, na mijn verliespartij na de 18-3. Dat kwam omdat ik op een voorsprong stond. Toen gaf hij een diepe bal. En die nam Alaba gewoon 2 keer aan. Alaba, die heb ik Alaba? Ja, die nam Alaba gewoon 2 keer aan. Zo slecht. Hij nam hem gewoon aan. Het was echt, om te janken gewoon. Ik vraag me echt af. Ik ga nu een polletje in beeld gooien. En ik wil dat jullie invullen welke game jullie nu nog het meest spelen. Speel je nog het meeste Fortnite of Call of Duty nu? Ik speel laatst best wel veel Call of Duty. Zeker met Matty. Want ik vind Call of Duty, die Black Ops 4 vind ik echt leuk. Die multiplayer vind ik oprecht lachen. Had ik echt niet verwacht dat ik dat nog ooit zou zeggen over Call of Duty. Maar het is echt gewoon oprecht wel gewoon een speelbare game. Dan komt het ook omdat er gewoon allemaal oude maps erin zitten. En die oude maps zijn echt by far ook gewoon de leukste maps. Firing Range en Summit en zo. Love it. Ah, nice. Mijn lamp is leeg. Love it. Love it. En nu ben ik echt pauper donker, maar ik kan er niks aan doen. Eerst even scoren. Oh, Griezmann. Mijn beste speler was denk ik toch wel Neymar. Daarna Griezmann. Die waren echt fucking goed. Mbappé?
Ik weet niet, ik heb het niet zo met Mbappé. Ik vind hem wel goed hoor, daar niet van. Hij is echt heel goed. Maar toch, ik heb het toch niet echt met die gast. Lekker Neymar, goed. Kijk, ja, Neymar is natuurlijk ook echt fucking cool. Op het moment dat je een rainbow met hem doet, doet hij zeg maar die sombrero heet hij volgens mij. Kijk, daarvoor moet je natuurlijk echt al Neymar kopen. Oké, dat is niet waar. Daarvoor moet je niet Neymar kopen. Die finesses van Neymar is echt... Oh, joi, niet. Kom, ja, lekker Griezmann. Oh, en dan weer te ver voor je uitspelen. Ik snap dat nooit, die laatste. Ik snap dat gewoon echt gereed van. Ik kan het trouwens even op pauze zetten. Dan kan ik even de batterij van dat licht... Kan ik in een ding, in het ding doen. Dat is handig. Ja, slim Koen. Jezus, wat ben jij slim soms. Oké, gedaan. Zo, precies de tijd zeg. Jezus, wat een timing. Fantastic. Griezmann. Ja jongens, ik de finesse shotjes. Heerlijk. Love it. Ik hoop trouwens dat jullie een beetje trots op me zijn dat ik elite heb gehaald. Ik ben wel echt enorm trots op mezelf. Gewoon in de derde week al elite halen zo. Echt lekker. Nee. Oké, lekker. Let ik zijn eerste schot of zo. Ging er bijna in. Nou, dan was ik echt helemaal para geworden. Paranoia. Paranoia is weer wat anders Koen. Kom op hè. Even bij Oh, dit meen je toch niet. Ik laat mijn keeper gewoon niet uitkomen. Ik ben gewoon kruis aan het spammen. Dat vind ik wel raar. Soms komt mijn keeper gewoon letterlijk random uit. Echt zwaar kut. Goed. Goed. Hulkie. Boom. Lekker, Griezmann. Lekker. Oh, Hulk is dood. Nee. Help hem. Help Hulk. Oh, ik spring over hem heen. Nog een keer. Goeie voorzet door van Hulk. Moet ik zeggen. Moet gewoon eerlijk zijn. Hele goede voorzet. Oh, kleine hi. Toedoen. Neymar! Hoe pakt de keeper dit, jongen? Echt, wat de hek, jongen. Die keeper pakt alles. Wat is dit? Ederson, doe even normaal of zo, mafkees. Neymar! Wereldgoal, heerlijk. Kijk, je bent niet eens blij met een omhaal. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Oh, nee! Oh, nee! Hé, hey, scheids! Ik krijg gewoon een elleboog! Ongelooflijk. Ja, een hele... Dit was wel echt een... Zeg maar, je hebt een mooie om. Dit was wel echt een hele lekker, hoor, deze. En ook wat terecht. Kijk, Neymar kan het ook wel. Dat vind ik ook wel terecht. Scoort Neymar vaak omhalen. Ik heb eigenlijk Neymar nog nooit omhaal gescoord, denk ik. Nee, we moeten niet op hem, jongen. Oh. Oh, hij zit er wel. Oh, ik wilde even met Neymar. Ik wilde hem eigenlijk met Neymar over de keeper heen met een Robone. Maar helaas ging dat fout. Antoine Griezmann, 3-1. Lekker zeg. Jongens, echt. Dit team en ik. Ik en dit team. Echt lekker, Gerard. Gaat, oh, hij heeft een microfoon aan. Oh, hij lief. Oké. Doei. Oké, ik ben denk ik nog 2 overwinningen ben ik rank 2. En hoeveel zal rank 1 zijn? 20.000 punten of zo? Ja, 19.000. Oké, ik zou denken dat ik 10 keer moet winnen. 10 keer winnen en dan zit ik op rang 1. Nou, dat kan makkelijk. En op naar divisie 3 ook. Lekker, Gerard. En ik kan in rang 1 kan ik kiezen uit... 1 megapakket, zeldzaam spelerspakket en gouden topspelerspakket. Daar ga ik voor. Want ik ga niet voor de zeldzaam spelers. Maar dit is een 50k pack. Oh, die krijg je hier ook. 50, 45 en 35. Oké, dat is wel lekker. Ik moet rang 1 eindigen, mensen. Oké, we gaan nog een potje doen. Let's go, mensen. Potje 2. De lamp is er weer. Yes! Maria het lam heet deze. Zusje van Matty. Ongekend. Oké, dit is zijn team. Ja, lekker Koen. Lekker aan het appen, joh. Tijdens je. Nu heb je heel het team geweest. Hij had Lewandowski. En voor mij had hij ook Hulk. Kan ook zijn dat het niet waar is. Maar ik denk het wel. Maria het lam. Het is Miara. Miara het lam. 22 jaar. Best wel jongen, heeft het goed voor elkaar. Erg volwassen. Hij is wel echt naar huis. Saai. Deze man die wil nog thuis. Zal ik je een leuk verhaal vertellen, mensen? Even een leuk verhaal tussendoor. Zoals je ziet ligt hier mijn OV-chipkaart. Ja, dat is zeg maar voor als je met dat OV, zeg maar het kutst dat er is, wil reizen. Heb je dus een kaart nodig. Nou, ik ging dus laat met een paar vrienden, gingen we stappen in Rotterdam. Gingen dus van mijn huis gingen we naar het medestation. Zei ik, heb iedereen zijn OV-chipkaart bij? Ja, bij me. Ik zei, fijn, mooi, lekker. Iedereen blij, iedereen gelukkig. Komen we aan bij het medestation, ben ik zelf mijn OV-chipkaart gegeven. Die ligt hier namelijk hier, op mijn bureau. Wie de fuck legt zijn OV-chipkaart op het bureau? Nou, ik dus. In ieder geval, ik dus achter iemand aan, medestation in. Dus ik ging zwart reizen. Dat doe ik echt nooit. Ja, ik heb altijd gewoon OV bij me, dus boeien. Het was misschien ook nog wel gratis, ik heb geen idee, want... Ik heb zo'n studenten OV en dan kan je gratis reizen. In ieder geval, wij komen aan op dat station waar we eruit moeten. Staan er 4 van die, het is 1:30 of zo, hè, s'nachts. Staan er 4 van die mensen die geen ja, jou moeten we hebben. En toen kreeg ik een boete van 40 euro. Ja, is dat even kut? Ik vraag me af wat er kut er is. Zeg dat zeg maar, er stonden dus 4 mensen daar. En er kwam, letterlijk niemand uit dat station. Dus die 4 mensen, die worden daar gewoon betaald. En die doen eigenlijk helemaal niks de hele dag. Kijk, dan kan je heel leuk 40 euro van mij terecht vragen. Terecht, maar ja, ik moet natuurlijk gewoon in moeten checken. Maar dat kon niet, want ik was hem over de chipkaart. Maar die mensen betaal je gewoon, ik heb geen idee hoeveel die per uur verdienen. Laten we zeggen 15 euro. Dan ben je gewoon 60 euro. We waren misschien wel 5 later. 60 euro. Per uur ben je kwijt aan die mensen. En ze gaan hooguit 1 iemand per uur tegenhouden. Is 40. Dan maak je gewoon 20 euro verlies op als gemeente. Of weet ik veel. Overheid. Ja, ongelooflijk. Kut. Gaan we even opletten, Koen. Hoe zit het? Hartstikke leuk die verhalen van je. Maar daar worden we verder natuurlijk niet vrolijk van. Jongen, die button die levert je helemaal niet goed van. Je voelt het gewoon echt bij elk stukje. Echt scheid en scheid ziek word je ervan, jongen. Ik heb gelukkig in de weekend totaal geen last van gehad. Ja, rip. Oh, lekker keep, jongen. Courtois. Goede keep, mensen. Koop hem. Wat doe ik? Gewoon niet over de achterlijn. Oh, mijn god. What the fuck? What the fuck? Dit is de raarste glitch ooit. Holy shit. Wat? Hé? Ik gooi die bal uit bij mij. Het is een corner. Hij krijgt een doeltrap. What the fuck? Hij scoort dus nog. Ik ben flabbergasted. Wat is dit? Hé?
Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt dit. Ik sta versteld. Letterlijk, iedere keer als ik een video opneem, gebeurt er iets fucking raars. Eerst hadden we die fucking rare lag hadden we de vorige keer. En nu dit. Dit is echt zo weird. Nou. De andere was gewoon een fout van het spel. Dit zijn gewoon verkeerd ingestelde spelregels of zo. Deze glitch. Wat is dit, jongen? Laten we nu even weer gaan focussen op de overwinning. Want daar zijn we natuurlijk. Goed. Tweede paal. Boom! 1-1. Buitenspel. Ah, rot op, jongen. Dit is gewoon geen buitenspel. Ik zweer het je. Oh, wat doe... What the fuck? Nou, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, dit potje, maar... Ah, kut. Ik word helemaal weggespeeld. Ik ben niet aan het opletten. Oh, ik ben helemaal flabbergasted. Nou, kan ik wel blijven zeggen natuurlijk, maar ik geloof ook na een tijdje niet helemaal meer. Je wordt echt helemaal scheidsziek met dat je een kapbeweging pas een seconde later gebeurt met deze delay. Daar word je echt helemaal niet goed van. Ja, ga anders even lekker finesse shotten met Lewandowski. Jongens, ik word helemaal scheidsziek. Ik kan gewoon dit niks doen. Ik snap er gewoon gereed van. Nou, ik ben alleen heel blij dat ik dit niet heb in de Weekend League. Want dat ik al mijn space zit er gewoon volledig naast, hè. 3-0. Oh mijn god. Ik krijg gewoon een jantje tegen. Deze delay, niet normaal. En dan zul je zeggen, Koen, is bullshit. En je moet gewoon back houden en goed spelen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want ik speel ook niet goed. Op het moment dat ik een fake shot doe en duurt een seconde voordat hij hem doet. Daar word je echt wel niet helemaal goed van. Kan ik je vertellen, hoor. Betaalbare bron. En dat MAP denkt van, nou, laat ik zo'n kut zaadbal die geven. Ja, daar word je ook niet echt lekker van. Kijk, oh mijn god. Mensen, ik word door een partijtje weggespeeld. Zei ik nou, godsidori, vorig potje nog. Ik ga niet meer verliezen deze FIFA. Ja, oké. Maar ik had natuurlijk... Delay had ik niet meegerekend. 4-0, hè. Oh, het is erg waarschijnlijk ook nog dat dit... Nou, het zal geen Nederlands zijn. Hij speelt alles met Stoke City. Dus dat is wel mooi. Ik krijg in ieder geval geen vervelende Instagram DM's of andere dingen. Maar dit is toch echt... Sorry, mensen. Dit is eigenlijk 18+ content. Dit mogen jullie niet zien. Oh, jongen. Het is echt niet te doen, die delay. Goos, je wordt hier dan niet goed van. Ik ga je dus echt niet lekker op. 5-0. Nou, ik ben nooit zo afgemaakt. Alsjeblieft, fluit af. Verleid me uit deze leidensweg. Oh, mijn god, zelfs Neymar kan geen paasje meer geven. Oh, mijn god. Dit meen je toch niet? Oh, wat erg. Laten we alsjeblieft op 6 houden. Haal hem neer. Haal hem nou neer. Zo, dat lukt me niet. Trap hem dood. Nou, mijn geluk kende, schiet hij deze er ook een partij hard binnen. Ah, dit is natuurlijk... Ah ja, lekker. Nee, lekker dit. Fluit af. 6-0. What the fuck? Oké, mensen. Vanaf dit potje verlies ik echt geen potje meer. 100% zeker. Ik hoop wel dat je deze video leuk vond. Vind je deze video leuk? Vergeet niet te liken. Mijn lamp gaat elk moment uitvallen. Dus het is echt perfecte timing. Ah, dit is echt ongelooflijk. Ik hoop dat je het leuk vond. Zeg een duimpje omhoog. Zet een like voor al meer. Volgende keer. Doei. Later.